Welkom bij aflevering 85 van het live televisieprogramma van de Stadsomroep en Pop-up TV Onder Ogen. Gisteren bereikte ons het droevige bericht dat Henk Groenewegen is overleden, een icoon in Schiedam Omroepland. Hij heeft veel gedaan voor de lokale radio en de lokale televisie. Henk mocht net geen 70 jaar worden. We gaan eerst maar even kijken naar een korte memoriam. Gisteren bereikte ons het bericht dat Henk Groenewegen is overleden. Hij was van 1995 tot april 2018 programmamaker bij de Stadsomroep Schiedam. Henk Groenewegen begon zijn werkzaamheden op de radio in het sportprogramma op de zaterdagmiddag. Daarnaast was hij tot april 2018 de presentator van het ochtendprogramma Café Lokaal. Hierin besprak hij op de hem kenmerkende wijze de actualiteit van Schiedam en de rest van de wereld. Op tv presenteerde hij de programma's Café Lokaal op zaterdag en later Wenneker Live. Henk Groenewegen is ook actief geweest in de Schiedamse politiek. Hij was raadslid voor de lokale partij Gemeentebelangen Schiedam. In 2014 stond hij op de kieslijst van Leefbaar Schiedam. Voor zijn werkzaamheden voor de stichting Carechild en de Stadsomroep Schiedam ontving hij in 2011 een lintje. Het bestuur en de medewerkers van de gezamenlijke omroepen Stadsomroep Schiedam en Pop-up TV wensen zijn familieleden en andere nabestaanden veel sterkte in de komende periode. Henk Groenewegen is 69 jaar geworden. Ja, en wij wensen natuurlijk zijn vrouw Sonja en de kinderen Karen en Jeroen veel sterkte toe in de komende tijd.